Ja, hier was ik dus al bang voor. Het wordt gewoon een grote ramp op je hoofd. Want je weet natuurlijk dat je compleet verneukt gaat worden. Alle dingen die ze tijdens de quarantaine hebben willen doen, hebben ze al gedaan. Daarom dagen de gierige gasten elkaar nu uit met een lijst van dingen die je absoluut niet wilt doen tijdens de quarantaine. Per aflevering is er één iemand een lul. De andere twee, die lachen toe. Dus zeg maar dag tegen de verveling. Dit is de Anti-Quarantainelist. Oké, mannen. Jay! Hey, is dit even leuk? Jij mag Joost gewoon even hier gaan loten. Dat is leuk. Geweldig. Het zou zomaar kunnen. Het is natuurlijk even een zware tijd. Dus ik heb jullie namen op servetjes geschreven. Ja, vertrouw het nu al niet. MC Joost. In the building. Omdat hij het ritme van een dode kwal heeft. En ik wil niet zeggen dat Joost een slechtere MC is dan dat ik ben, maar het is wel zo. Snack Bernelis. Ja, Snack Bernelis. Ja. Spreekt de stick, gaat vaak naar de sportschool, maar nog meer naar de snackbar. En we hebben de laatste, dat is mijn grote vriend Martijn. En ik weet dat de mensen thuis misschien niet weten dat Martijn eigenlijk liever bij een andere groep had gezeten. Dus ik heb Stuk TV Martijn er even aan. Ja. Hoe weet jij dit? Ongelooflijk, wauw. En dan vragen jullie je natuurlijk af, ja Jay, hoe ga je dit doen? Nou, ik heb hier een prullenbak, zoals jullie zien. Daar steek ik zo meteen jullie namen in. En de naam die ik eruit pak, ja, die is jammer genoeg. Maar voor ons, iedereen die kijkt, ja, gewoon wel nog steeds keihard de Sjaak. Wie gaat er nee, mee, jongens? Nee, we gaan eerst even nu kijken naar de opdracht. De kapper. De meeste mannen gaan er één keer per maand heen. Maar nu de kappers al een tijdje dicht zijn, is er niemand die het kapsel kan onderhouden. Daarom gaat één van jullie deze week zelf kappertje spelen. Alleen knipt hij geen andere, maar zichzelf. Holy crap! De andere twee mogen het kapsel uitkiezen. Succes! Heel eerlijk is eerlijk, het zijn wel de leukere opdrachten zolang je het zelf niet bent. Een haaropdracht, godverdomme ja. En dan moet je ook net JJ hebben die je mag loten. Ik moet ook iets verklappen. Martijn zou in het eerste seizoen al kaal gaan. Joost die zou eigenlijk de pillen bij 5 uur live doen. Alleen Joost die had een vakantie gepland en die kon daar niet onderuit. Toen hebben ze dus gedraaid. Ergens is dit gewoon fucking terecht als Martijn hem nu zou krijgen. Ik ken heel veel lelijke kapsels. En mensen die überhaupt geen kapsel hebben. Maar ik vertrouw jou voor geen centimeter. Doe alsjeblieft Martijn, gozer. Pak Martijn. Nee. Mijn hart zit in mijn keel, gast. Doe nou! Yes! 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 Lekker, Jay! Wat een kutprogramma, zeg. Ongelooflijk. Lekker, hoor. De allerijdelste van ons drie is gewoon de pineut. En dit is ook gewoon een beetje karma. Niels en Joost mogen mijn kapsel uitkiezen. Ja, dit is helemaal kut gewoon. Dit is helemaal kut. Dat wordt echt een verschrikking. Even denken, ga ik jou sparen? Nee, ik ga jou niet sparen, Martijn. Nee, jij gaat echt heel hard huilen. Ik ga je echt verneuken, vriend. Ik ga het echt doen. Joost, wij hebben zieke mazzel. Ja man, wij komen hier goed weg. Maar wat gaan we verzinnen voor Martijn? Martijn heeft mij de vorige keer kaal geschoren. Nee Martijn, nee! Nee! Ik ga voor wraak. Echt wraak gewoon, toch? Ik bedoel, hij heeft die tondeus op mijn kop gezet. Maar ik vind het wel een beetje slap om dan hem ook kaal te scheren, toch? Hij heeft echt mooi goed haar, daar kunnen we meer mee doen. Dus ik wil het verven. Maar dat vind ik toch nog wel lekker. Als de tondeuse erin wordt gezet. Want ergens is die heel erg gesteld op zijn lengte. Ja. Dus ik vind het toch wel lekker als we dan gewoon voor een mohawk of zo gaan. Gewoon een hanekam. Echt een zieke alternatieve hanekam. Maar dan gaan de zijkanten gaan echt kort. En recht omhoog. En hij moet het zelf doen. Geloof me. Als hij het laf doet, dan pak ik de auto, rijd ik naar zijn huis en doe ik het zelf. Ik ga even een kapperset voor hem. Of tenminste een tondeuse bestellen. En verf. En dan belt hij wel in als hij er klaar voor is. Is goed. Dit wordt fantastisch. Goedemorgen. Dit wordt een behoorlijke kutdag voor mij, denk ik. Ik ga ervan uit dat ik afscheid moet gaan nemen van mijn haar. En dat is wel een dingetje, kan ik je vertellen. Ik ben redelijk gerecht aan mijn haar. En ik mag mijn eigen haar gaan lopen verneuken. Dat is misschien nog wel het kut dat je het zelf moet doen. En ja, ik ben tering ijdel. Dat klopt. Ik vind het echt heel kut. Maar ook heel eerlijk, van de drie
heb ik ook gewoon langs de haar. Dus bij mij duurt het ook fucking lang dat ik dit weer terug heb. Wellicht sparen ze me een beetje, maar ga er maar niet vanuit. Hallo Martijn. Goedemorgen. Ik moet wel zeggen, ik werd vannacht in één keer wakker gemaakt door mijn vriendin die naast me lag. En die was aan het mompelen in de slaap. Weet je wat ze zei? Morgen is de dag dat Martijn kaal gaat. En wat blijkt, uit de loting word jij ook nog eens gekozen. Heerlijk. Goed verhaal. We gaan je nu een foto sturen via de app. En dat is het kapsel wat jij moet gaan krijgen zometeen. Ja, het gaat om dit kapseltje. Even je eerste reactie. Ja, heftig. Ja, heel heftig. Ik denk dat oogschaduw jou ook niet zal misstaan. Nee. Beetje oogschaduw erbij, beetje gothic. Ik kan echt janken. Maar goed, ik gun het jullie niet. Zal ik maar gewoon beginnen dan? Ja. We hebben geen foto van Adolf Hitler gestuurd. Ik weet niet wat je nu doet. Ik ben een scheiding aan het maken. Leuk, jongen, ik drink het zo slecht. De zijkantjes zijn echt kort, hè? Ja. En hier ook. Zeg maar, bij mij die inham zit, dat wordt bij jou ook echt, zeg maar, heel kort. Dit had met Joost kapsel ineens gekund, joh. Gewoon, maar ook als die 3 jaar niet naar de kapper ging. Tering! Jongens, ik ben verminkt. Gasten. Oh yo, vloggers die huilen, please ga janken. Oh my god. Oh jongens, wat ben ik? Op een mislukte kunstenaar. Oh, ik vind dit echt zo leuk. Sorry. Ik ook. Kut. Ik heb geen popcorn besteld. Ja, ik zat er net aan te denken. Ik heb gewoon nog een biertje liggen. Ik weet dat het veel te vroeg is voor bier, maar speciale momenten zijn dit. Dit is echt niet leuk. Je begint steeds meer op een lesbische chick te lijken. Je zit echt op een lesbische chick, denk. Hey, Joost. Lijkt op die chick die presenteert voor het Ajax-kanaal. Oh, dat... Ja. Doe hem eens even in een punt alvast. Oh. Ja, ik heb hem gevonden. Ja, heb je er? Martijn, ja, doe een check. Ja, het is echt nog veel te lang. Waar? Ja, hier. Het moet een dunne hanenkam worden. Luister, je hebt nog een hele brede kuif. Ja, kijk, dit moet dunner. Heb jij het over? Kijk, ik heb een brede kuif. Het gaat nog helemaal naar je hoeken toe. Gewoon kijk naar wat ik aangeef. Ja, dit hier tussen. Moet eraf. Martijn, wat ben je nou aan het doen, joh, met al het gekam? Ik het is toch super goeie easy? Je pakt gewoon die tondeuzen. Ja, gozer, je pakt de tondeuzen, je doet i en je weet gewoon, dit moet eraf. Kijk, man. De speelbal van zichzelf. Maar ben je nu haartje voor haartje aan het doen of? Ik probeer het precies zoals jullie het willen te doen, jongens. Alleen het is heel lastig om hier te komen zonder dat ik alles weghaal. Ik kan ook gewoon alles weghalen als jullie willen. Ik probeer een streepje voor jullie over te laten. Oké, laten we zijn haar nu verven. Hij kan altijd nog verder eraf knippen. Hoe ziet de achterkant er nu uit? Het is ziek lelijk. Dit is echt ziek lelijk. Heel naar. Zou ik gewoon alles eraf gaan afscheren, jongens? Dat is misschien het makkelijkst. Nee. We willen die hanenkam zien. De handschoentjes voor. Voor wat? Jezus Christus. Ja, maar echt. Het is geen operatie. Voorbereid. Dat staat erop, nerd. Mondkapje erbij, natuurlijk. Ja. Water infuus aanleggen. Straks komt er een spettetje op je nagel. Ik weet ook niet waarom ze die erbij geven, Niels. Waarom trek je ze aan dan? Omdat het erop staat. Oké, gaan we dan. Zo, dat is niet een beetje paars. Nee, het is gewoon goed paars. Gast. Heb je er geen voor? Heb je nou niet eerst dat om je haar te verzorgen erin gedaan? Dat heb je erbij gestuurd, Pik. Dit is fucking slecht voor je haar. Ja, dat weet ik, jongens. Hoe lang duurt het om in te werken? 10 minuutjes. Oké, ik ga even een timertje zetten. De 10 minuten zijn voorbij. Ik mag het gaan afspoelen. Oh man, wat zie je? Teringlijst. Het is echt heel kort. Maar ja, het is niet kaal. Daar ben ik al heel blij mee. Maar goed, ik ga het even afspoelen. Ik
Oké, dit is het eindresultaat. Dit is natuurlijk nog niet paars genoeg. Ik ga vanuit dat die jongens er niet mee akkoord gaan. Dus, ik ga een nieuwe shampoo halen. Maar voordat ik dat ga doen, is ik kom er ook achter dat ik dit nooit omhoog ga houden. Dus ik moet mijn haar een beetje knippen. Dus dat gaan we even eerst doen. Oké, nou ja, ik ben nu zelf maar onderweg naar de Ethos, want dat haarverf die Joost en Niels hebben geregeld, dat werkt voor gemeten. Dus dat konden ze al niet. Het is nog gewoon blond met een gloedje paars. Maar goed, ik weet dat die jongens niet zullen stoppen tot mijn haar volledig verneukt is. Dus nou ja, dan moet ik het zelf maar gaan doen. Nou, het duurde even, maar dit is het resultaat. Zijn jullie er klaar voor? Laat maar eens even zien. Ik wil niet wachten. Holy shit! Gozer! Het is niet paars! Het is rood, nee. Lijkt wel. Ik had me 3 keer met jullie verf geverfd, alleen dat werd een beetje paarsig. Dus ik heb nu extra rode verf erbij gedaan. Dus het is een beetje een mix van paars en rood. Ja, dat is helemaal goed, man. Dit is lekker punk, nee. Punk rock. Nee, dat is nee, top. Nee. Ik ben absoluut niet tevreden. Nee, man. Nee. Niels wil het anders zien. Ik wil eigenlijk ook nog wat oogmascara zien. Ik zou zeggen, krijg het Erik. Mocht jij toevallig in Amsterdam-Noord wonen en Martijn tegenkomen in de supermarkt, maak dan even een foto van hem en zet deze even in je Insta-stories. Want wij willen heel graag weten hoe hij er de aankomende weken bij loopt. Ik ga alleen nog maar mijn boodschappen thuis laten bezorgen, Niels. Dus dat wordt lastig, denk ik. Nou, ook. Hey, ik ga echt heel goed, ouwe. Ik ga mijn haar eraf scheren. Het valt me nog mee dat jij er nog zo vrolijk bij zit eigenlijk. Ja, mij ook. Dat jij nog niet aan het janken. Janken, hè? Mijn haar is rood. Net zo rood als mijn gezicht. Het is echt rood. Ik ben helemaal rood. Nee, doe het daar maar mee. Wat heb jij een rotkop nu zeg? Het is weer verschrikkelijk.